Bent u het met mij eens dat je de mate van beschaving van een land kunt afmeten van de mate waarin mensen de mogelijkheden hebben om voor zichzelf op te kunnen komen? Ja, daar ben ik het wel mee eens, ja. Dus we moeten een zo beschaafd mogelijk land zien te blijven. Ja, maar we moeten het ook niet ingewikkelder maken dan het is. Ik geloof niet dat als je toegaat naar een andere manier van rechtsbijstand organiseren en vergoeden, dat dat nou onmiddellijk de beschaving van Nederland zou aantasten. Een van de grote thema's waarvoor de politiek op dit moment staat, is natuurlijk het wantrouwen van de burger in de politiek of in de staat of de rechtsstaat, om dat proberen weg te nemen of in ieder geval niet nog verder aan te wakkeren. Als je op een gegeven moment aan alle niet-steenrijke mensen het recht ontzegt om hun recht te halen of om gehoord te worden, ja, dan is het niet gek dat we polariseren met z'n allen. Beluister ik een klein beetje dat u voor misschien een heel klein percentage denkt dat de advocaten hier pleiten voor hun eigen baantje? Nee, sommigen? Nee, dat is te flauw. Nee. Ik vind eigenlijk dat er heel constructief wordt meegedacht. Ik heb alleen de indruk dat daar gezegd wordt, ja, we moeten, staat ook in dat pamflet, we moeten eerst het dak repareren. Alvorens we gaan kijken naar, het onderhoud van het huis. Ja, omdat het zo lang duurt. Ja. Die rapporten, u noemde net alleen, die liggen er al een tijd, die liggen in een la. En nu dit allemaal weer. En u wilt er tot 2025 mee bezig zijn. Ik begrijp het ongeduld, maar ik ga niet het dak repareren als ik van plan was nog een uitbouw aan mijn huis te zetten. Ook niet als er emmertjes onder staan. Ook niet als er emmertjes onder staan. Dan is het toe een groot onderhoud en dat is precies waar we nu mee bezig zijn. Ondertussen komen alle oude oplossingen weer naar voren. Ja, we moeten echt beter nadenken als we wetten maken. Dat hoorden we 4 jaar geleden ook, er is niks aan veranderd. En als het dan gaat over dat lekkende dak, ja, we kunnen wachten tot alle waardevolle goederen in dat huis allemaal bij het afval kunnen, maar dan is er ook niks meer om een dak overheen te zetten. En dat is nu natuurlijk wat we uiteindelijk aan het doen zijn. Er wordt hier gezegd, misschien zal ik wel op een andere manier willen wonen, maar in de tussentijd wordt wel dat alles wat er te beschermen was verkwanseld. De oplossing is 126 miljoen om dat dak te repareren. En als u nou zegt, er lopen mensen weg en mensen hebben geen vertrouwen meer in de politiek, maar ook mensen lopen weg terwijl ze misschien goede ideeën hebben over hoe er bezuinigd kan worden. Dat kan, maar kom door met die 126 of 127 miljoen. Dan komen we allemaal aan tafel, dan komen we allemaal vertellen hoe het eventueel anders kan. Maar dan is in ieder geval dat lekker gestopt, want daar zijn we nu de hele dag mee bezig. We hebben helemaal geen tijd voor deze gedachten.